Het Openbaar Ministerie heeft ambtshalve een onderzoek gestart naar vermeende onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan bij de NV Energiebedrijven in Suriname en de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. Het OM heeft een team aangestuurd door officieren van justitie samengesteld om hiernaar strafrechtelijk onderzoek te doen. Zo meldt Unit Public Relations Openbaar Ministerie. Vanochtend is op last van het OM consultant Prenoop Besisser aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven toen hij op vertrek stond naar Miami. Hij is aangehouden door het justitiële interventieteam. Hangende het onderzoek mag hij het land niet verlaten. Besisser is inmiddels vrijgelaten, maar zijn paspoort is ingevorderd. Het personeel bij de SLM is diep geschokt door de laatste onthullingen. Te meer omdat ze veel hebben moeten inleveren, zegt BP-SLM-voorzitter Marcia Klumper. Vooralsnog zal het strafrechtelijk onderzoek worden afgewacht. Het onderzoek wordt zodanig verricht dat duidelijk gaat zijn wie er allemaal onderdeel kan zijn. Dat resultaat hebben we. We hebben geen keuze, we moeten het afwachten. Maar in die tussentijd moet de toko wel doordraaien. Dus wij hebben gevraagd aan de aandeelhouder door tussenkomst van de Raad van Commissarissen dat er dus wel spoedig voorzien wordt. Alleen zeggen wij, niet zonder meer, we gaan niet meer toestaan dat er iedereen hier op de post wordt geplaatst en uiteindelijk komt experimenteren met het brood van mensen, de toekomst van mensen. Dus we blijven, daarom zei ik het daarnet, Oedaai. We gaan het niet meer toestaan dat er besloten wordt wie komt. We willen weten wie komt en we willen de achtergrond kennen. Klumper zegt dat sinds de oprichting van de NV's door directeur De Haan de bond de zaken nauwlettend in de gaten heeft gehouden. Met het uitlekken van de astronomische bedragen aan consultants is bewezen dat er meer aan de hand is. We hebben dus altijd ook wel de meest kritische vragen gesteld en waarschijnlijk werden we daarom niet als prettig ervaren door de leiding. Uiteindelijk heeft de president ingegrepen en is de instructie gegeven aan de directie om dus de bond inzage te geven in het herstelplan en mee te nemen in dat traject. En ook dat ging niet naar tevredenheid en we hebben vastgelegd waarom we dus gestopt zijn met die besprekingen. Omdat we niet het gevoel hadden alsof we daadwerkelijk betrokken werden. Daarna hoor je inderdaad een heleboel dingen met betrekking tot de oprichting van bedrijven waar we geen touw aan konden vastknopen. En we hebben dus ook op die momenten die kritische kanttekeningen geplaatst. Alleen omdat wij beseffen dat we zitten met een bedrijf dat in heel moeilijk vaarwater verkeert. Dat je een bedrijf bent die het vertrouwen van de passagiers moet hebben, wil je inkomen hebben. Hebben we er soms vaker voor gekozen om intern de zaken te bespreken en op te lossen. Bondsvoorzitter Klumper wijst erop dat de dienstverlening normaal plaatsvindt en dat de gemeenschap niets hoeft te vrezen. We werken en zijn op onze posten.